En voel je hoe plak dit is? Goedemorgen, het is vrijdag. En ik praat heel moeilijk, want ik ben heel goed af hier. Het waren er twee, dus eigenlijk collide tot de one. Dus ik praat moeilijk, ik eet moeilijk. Maar goed, dat gaat wel zo weer over. Wat dan niet helpt, is twee gebroken nachten deze week. Want dat denkt eraf, yes, yes, this is my party time. Twee nachten geleden was het Niels, vannacht was het Eden. En ik begrijp dat er ook heel veel mensen zijn die het gewoon altijd hebben. Maar wij zijn nu weer gewend aan doorslapen. Dan is het altijd een beetje een tegenvalletje. Muis! Een muis, ja. Niels leest Eden voor. Het was nogal druk op werk en bij Sven ook. Dus, maar de kids gaan vandaag ook naar mijn ouders. Maar ik ga deze ochtend even mee, want ik ga mijn moeders haar verven. Dus dat wordt wat. En we gaan misschien ook even Niels haar knippen, want het wordt ook nog vrij lang. Maar goed, dat moeten we straks even zien. We hebben wel veel schaar gekocht. Maar in ieder geval eventjes... mijn moeders haar verven. De kapper maakt het dan klaar en dan moet het binnen 2 uur in haar haar. Dus ik neem aan dat het redelijk veel proef is. En ik denk sowieso dat ik het wel kan. Ik heb volgens mij ooit als het haar van een vriendinnetje geverfd, maar dat is heel lang geleden. Dus ik ga oude kleren aandoen en dan ga ik straks mee die kant op. Dus pakken weer. Dan ga ik daarna weer naar huis. Dan ga ik nog wat werken en het huis schoonmaken. En dan komen de kids weer. Ik ben wel lekker bezig met opruimen. Dus we hebben hier dit hoekje netter gemaakt. Elin's kast opgeruimd, want alles wat ze aantrok was te kort. Dus dat heb ik helemaal opgeruimd en weer een mooi zak voor vriendjes. Bij Niels ben ik halverwege mijn eigen kast opgeruimd. Dus nou, dat vind ik wel heel fijn, want ik werd gewoon echt een beetje hysterisch van de rol. Ik wil die kast ook nog aanpakken. De vaatwasser is ook nog stuk. Dat duurt nog even totdat de monteur komt, dus tot die tijd wassen we af. Maar Sven droogt af. Maar Sven had daarna voor overleg en ik had al heel veel gedaan. Dus ik was er ook klaar mee en hij was ook klaar mee. Ze dacht, nou zak erin, het droogt en dan zet ik morgen in de kast. Maar inmiddels is er natuurlijk alweer nieuwe was bij. Goed, ik ga weten. Dit is het geworden, maar mijn batterij zit, die ga ik er snel op gaan. Het regende als ellende. Welkom in mijn oude kamer. Ja, er is niet heel veel meer hetzelfde. Mijn bed is daar nog. Beste bed aller tijden. Ik ga vandaag mijn moeders haar verven, dus dat wordt hilarisch. Nee, ik heb ooit iemands haar verven, dus sorry, ik kan gewoon echt niet meer praten. Kijk eens. Deze moet ik toch even delen, maar. Ja. Dit is mijn moeder met... Koningin Beatrix. Tenminste, destijds was er nog koningin. Nou, dit is toch hilarisch, jongens. Maar goed, mama is de vuilniszak aan het voorbereiden. Dus voor het feest. Ik ga mijn haar vast doen. We hebben hier een doggy bag met verf. Dus we gaan het zien. Er zitten instructies bij. Het is niet zoveel. Lukt het niet zelf? Misschien kan een familielidje helpen. Dat gaat lukken. Kijken wat er allemaal in zit. Een schot. Een kwast. Ja, we moeten dus die hebben. Dat, ja, we moeten eerst die. We hebben 2 bakjes. Zo, hier is de instructie ook nog. Dus heb ik het maar uitgelegd voor een bakje. Voor alle betrokken. Je moet kijk. Ja, ik maak maar het beste van. Dit is vloeibaar. Ik zie het. En dit zijn 2 kleuren. Die moeten gemengd worden. Misschien wel een plastic zak hier of een papier. Ja, dit moet gemengd, want het zijn 2 dingen die moeten door elkaar. Wacht even, ik ga eerst even een horloge. Een nieuwe schaar. Ja.
heftig geurtje. Ja? Vind je niet? Nou, een beetje wel. Holy cow. Dus, vroeger was het met dat ammoniak veel erger. Hier ruikt dat het wel natuurlijk. Het is natuurlijk ook echt verf. En dan is dus het idee, je moet ook 40 minuten mee zitten. En dan de laatste 5 minuten, zegt je kan ook 40 minuten en 5 minuten, dat moet zo komt ook niet aan. De laatste 5 minuten doorkammen. Oké. En dan dus met zo'n grove kam doorkammen, want dan pak je dus, zeg maar zeggen, nog even alles mee. Zal ik het dood maken? Ja, ik mag het ook. Mijn astma speelt mijn partner. Oh, nou, dat is ook een ene. Ja, hè? Ja. Dat is echt heel intens. Deze kan er nu doorheen. Als het misschien beetje... dat jij kan gieten, dat het gewoon roer. Ik moet maar even stil houden, ja. Ik zal nog wel even zo met die lepel doorheen houden. Ja, die... Nou, het zit erin hoor, het zit erin. Van de Sidonia. En nou gaan we Niels knippen. Ik heb Niels ook even een klein beetje gedaan, gewoon vooral even bij zijn oortjes. Wat weer een beetje, want dit was echt heel lang. Dit was heel lang, dus dat heb ik een beetje bijgeknipt en een beetje hier. Nou, het ziet er allemaal best oké uit, maar hier begin ik nog even niet aan, want dit is, ja, dat is prima. Ik heb wel zijn pony een beetje bij gedaan. Nou. Nou, er zit echt geen grijs haar meer tussen. Hartstikke goed. Een glos. Een glos erbij. Hey. Een mooie. Ja. Ben je corona-ridder, Niels? Ja. Virus-ridder. Nee. Oh. Ik ben een boefenridder. Dat ook. En dat was goeilijk. Een boef spelen. Ik ben nu de slechte. Ik heb de goede rek. Zie je dat het meteen een opfrisbeurt geeft in je gezicht? Ja hoor. Er is niet zoveel van afgegaan, maar het is toch wel lekker hoor. Ja, je ziet nog wel dat. Maar dan wil je gewoon een klein beetje de lengte tussen. Ja, ik had het idee dat dit wel heel erg lang ging worden. Okay, en dan mag je echt wel een centimeter afhalen, minstens. Oké. Is iets dichter waar ik kan zitten, want dan kan ik dan met mijn schaar zetten op die. Ja, doe ik ook even. Ja, dat heeft nul zin, denk ik. Maar van hem ligt overal anders. Oké. Gewoon een beetje voorbij mijn schuim. Ja, dan kan ik. Kan ik lachen. Kan ik niet lachen. Kan natuurlijk niet zoals een echte kapster dit allemaal tegelijk vasthouden, dat begrijp ik. Nee, plukje voor plukje en dan sluit je aan, ja, weet je. Zegt zij. Ik heb mijn pony gedaan, maar dan kijk je in de spiegel en dan is het een spiegelbeeld. Ja. Ja, dat is zo moeilijk knippen. Ik ga nog even het eindresultaat laten zien. Nou, het is toch goed gelukt, jongens. Als nieuw. Gaat altijd door. Het is nog een beetje nat natuurlijk. Het is nog een beetje nat, maar je ziet het wel. En de zon schijnt, dus ik ga nu echt dol naar huis. Want het is al 2 uur en ik moet het huis nog opmaken. En nog een werk. Nou, mama's haar zit weer goed. Niels haar zit weer goed. Mijn haar niet, maar goed. Dit moet morgen gewassen worden. Huis schoongemaakt. Nog gewerkt en nog echt geen tel voor mezelf gehad. Dus dat ga ik vanavond zeker doen. Met een zak M&M's. Ik dacht, chips prikt nog meer denk ik dan M&M's. In die art. Ga zo lekker eten. Kapot. En dit weekend hebben we verder uiteraard weer geen plan. Dat is niet waar. We gaan even met mijn nicht en haar kids house partyen. Hoe wil dat dan? Goedemorgen, het is zaterdag. En ik was net even met Niels buiten, Sven even met Elin papier en zo wegbrengen. Of we begonnen dat eigenlijk gezamenlijk, maar onze wegen hebben we ons even gescheiden. Dat bleek praktischer. Als Sven doorlopen, kon ik gewoon even met Niels met fiets. En nu is Niels met de Lego aan het spelen en ik heb ook weer een missie. Zeg maar dat de hele tijd thuis zit, dat maakt gewoon dat je een beetje op wil ruimen. Het zijn allemaal, hier liggen bijvoorbeeld allemaal eten van mitten, maar ook speeltjes en oude dingen moet gewoon eventjes. Hier staat printen ook allemaal van die, nou weet je, hou op gewoon, dit moet beter. Ik ben net al begonnen met deze, omdat dit mee komt met oud papier en zo. Want hier staat oud papier en glas.
Dus hier gaan we mee aan de slag. Met mijn elk. Krijg ik ook een koekje? Ja. Oh, lekker. Mag ik ook een beetje thee? Iets meer alsjeblieft. Thee? Ja, mag ik ook? Oh, lekker. 1, 2, 3, 4, 5 koekjes. Oeh. Yummy. Kan je ook een koekje? 2 mooie koekjes waaruit we samen thee drinken. Daar kan hij echt uren mee spelen. Maar ze hebben dus nu alles wat hij heeft in elkaar gezet. En dan kunnen ze daar lekker mee spelen. De hele stad. En ondertussen ben ik in mijn kastproces bezig. Dat ik laat zien. Kijk, dit ziet er een stuk beter uit. Dit ook. Ja, dit moet nog even met mijn taal voorbereiden. Want dat is verder netjes. Dan moet ik hiermee verder. En nu gaat Sven hier sporten. Kan zo meteen pas weer, want ik wil wel voor dat Elin wakker wordt, want die wil alles aanraken. Elin! Wat heb je voor... Niels, je bent de drukste net wakker. Elin, wat heb je voor iets nieuws? Elsa. Elsa onderbroek, hè? Ben je er blij mee? Ja. Goed zo. Dat ze het potje wil plassen. We hebben onderbroeken gekocht en hemdjes. En ik heb dus... Ze is natuurlijk gek op Anna en Elsa, dus ik heb Anna en Elsa onderbroeken gekocht. Dus ik ben heel benieuwd. Ze heeft nu nog de romper aan, ze heeft nu over de romper aan. Maar ja, ik heb een luierbox, die kreeg ik ergens gratis bij mijn gewone luiers. Alleen, die zijn volgens mij, even kijken, zijn die nog te groot? Dat zou natuurlijk wel praktischer zijn. Ja, ze staat vanaf 13 kilo. Nee, dat is 10 kilo. Ja, dat is echt gewoon heel licht voor haar leeftijd. Ja, dat denk ik. Even kijken. Oh nee, ja, hij zit er toch gewoon in. Dat is toch gewoon stretch? Kijk, dan had ik dus dat. Zo. Ik denk wel goed. En dan heb ik dus hemdjes. Van de Hema. Ze zijn een beetje kort, vind ik. Maar ja, het heette gewoon basic hemdjes. Ik dacht, nou, misschien zie ik het verkeerd. Dus dat kan ze dan aan. Dan kan ze op een potje. Ik ben zo benieuwd. Ze is natuurlijk nog wel heel jong. Maar ja, goed. Als ze er aan toe is, is er aan toe. En dat is alleen maar fijn nu. En daar zit ze weer. Naast Elis onderbroek heb ik even nieuwe kussens. Loop ik wissel altijd zomer en winter. Maar de afgelopen zomer... waren er een paar, zeg maar, soort van versmolten met de binnenhoes. Dus deze had ik al. En ik heb dan deze lichtgrijze van de Hennis erbij. En deze donkergrijze. Voor een beetje, dat wel ook wel een beetje wissend is. Maar het moet natuurlijk wel bij de bank passen. Dus deze. En volgens mij waren ze allemaal in de sale. En een beetje zo. Dus die glanzende, die vind ik gewoon wel... voor zomer en winter. En hier heb ik, zeg maar, in de winter heb ik hier een velvet roze dan van. En dan zo. En dat dan twee keer. Ik had ook nog... Even kijken. Deze. Maar die vind ik toch een beetje te somber of zo voor de zomer.
Ik had voor Ede nog deze hemden, maar die vonden helemaal zitten goed. Dus die kunnen ook terug. Ede gaat met zijn onderbroek op pad. Loopt het met die onderbroek in de hand en eentje aan. Nee, ik vind dit toch frisser staan. Ze vindt dit ook leuker. Dus we gaan toch voor deze in plaats van die donkere. Want dit staat gewoon voor de zomer vinden we dit gewoon leuker. Dus dit wordt onze zomerlook. Oh, ik zet jullie even zo neer. Misschien dat jullie iets ervan zien. Ik denk het wel. Dit dus. Dat laat ik ook nog. Ik ga maar hier beginnen. Dan. Ik heb hier zeg maar de knutselspullen en dan ja, liever zou je gewoon nog een extra plank, want dit is een beetje onzin, maar het is voor nu zo. Dit is paas, ik moet nog even denken waar ik dat ga laten. Ik denk gewoon ergens bij kerst, maar dat ligt beneden. Dan heb ik hier gewoon allemaal de losse pennen en zo die er lagen. Dit is eigenlijk zeg maar waar de kinderen niet bij mogen komen en dit is waar ze wel bij mogen komen. Ja, liever met mijn toezicht. Oké, in ieder geval heb ik dat nu zo verdeeld. Zo. Dit moet even bij... cadeaupapier om zeg maar dingen te beschermen. Zodat het echt wel heerlijk voelt om het allemaal een beetje op te ruimen. Ik word er helemaal gallisch van. Wat ik nog wel heb gevonden is mijn gel lak set. Tenminste, ik wist dat ik hem had, maar ik wist ook dat hij daar lag, maar ik gebruik hem eigenlijk nooit meer. Ik ga eens kijken of dat nog goed is. Want dit is natuurlijk wel de tijd voor gel lak. Dus ik heb de tafel gedekt. We eten op zaterdag altijd voor en dan kijken we eigen huis en tuin. Dus dat gaan we zo doen. De boodschappen komen ook zo. Dus ik hoop dat het net niet allemaal tegelijk komt. Ik denk dat de kids zo komen met het eten. Ja, ik vind het echt wel heel fijn. Dat is zeg maar echt wel een van onze stamplekken. Zeg maar. Ik vind het echt heel fijn dat we die kunnen steunen. En dan vind ik het ook echt wel zeg maar de moeite waard om dat geld aan te besteden. Het is helemaal niet duur trouwens daar. En ze hebben deze week een toetje erbij. Namelijk New York chocolate cake. Oh. Nom, 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 nom. Goed. Daarbij heb ik ook nog allemaal dit gevonden. Allemaal vlooien en ontwormingsspullen van Mittens. Maar wij gebruiken dat eigenlijk nooit. En dat komt omdat Mits nooit buiten komt. Dus ja, maar goed. We hebben natuurlijk wel kinderen die nu in zandbak en zo ingaan. Dus ik dacht misschien moet ik er toch weer even aangaan. Waarom wil ik nou niet blijven staan? Ja, ik doe het er zo. Ik dacht, dan moet ik er misschien toch weer aangaan. Maar dit is allemaal overdaad. Dus ik dacht, ik moet even... deze spullen dan toch maar opnieuw kopen. Mittens, dat doen we niet, hè? Kom eens. Nou zeg, Mien. Kom. Kom. Je hebt stelle mensen. Ja, je hebt nieuwe kussens, hè? Dacht, misschien moet ik er dan toch maar weer aangaan. Ja, ze haat alles wat ik bij haar doe, natuurlijk. Nou, ik moet zeggen dat ik het laatste wel mag komen. Dat is wel heel goed, hè, Mittens? Ja, kom eens. Nee. Niet. Helaas, mensen. Ken jullie niet met die prachtige maartverbladen. Goed. Ik ga nog even hier de Swiffer langs halen. En dan gaan we eten, denk ik, hoop ik. En dit hebben wij. Wij delen kipsaté en we delen hamburger. Dus daar is de rest. Nom, nom. Je moet even bedenken dat het op een mooi schaaltje ligt. Maar ons vaatwas is nog steeds stuk. Ze eten gewoon uit het bakje, maar het ziet er echt nom 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 uit. Oh man, kijk hier, chocoladetaart. Ik heb het niet eens op. Maar het was echt mega lekker, maar echt heel veel wat. Overal chocola bij de kids. Het is zondag en dacht ik toch even mijn haar eventjes een slagje geven, want dan zit het eigenlijk... leuker in deze tijden. Ik ben dus echt de laatste keer denk ik in december naar de kapper geweest. Dus maar ik moet zeggen, ik zal het zien. Ik gebruik sinds een tijdje. Nou, hij wil niet scherp zijn, dat doet er niet toe. Dit is de Olaplex nummer 3 en die is voor thuis. Dit heb ik gewoon omdat ik daar goede verhalen over worden gekocht. Ik heb geen geverfd haar, maar volgens mij is het gewoon een boost voor elk haar. En ik vind het echt enorm helpen in de kwaliteit van mijn haar. Waardoor het gewoon
een stuk beter zit eigenlijk. Dat kan je natuurlijk helemaal niet zien, maar normaal heb ik best wel snel dode punten. Ik heb natuurlijk gewoon blond haar, dat is van nature wat brozer. Maar ik vind het echt heel erg meevallen. Het is ook gewoon best wel oké. Oh, mijn handdoek valt. Alleen, normaal knippen ze hier ook een soort van die steunhaartjes en zo. Ja, weet je, het hele volume is wel uit aan de bovenkant. Oh. Dus dan helpt dat slag wel. Ik moest even mijn ouders appen. Vandaag is een spannende dag. Vandaag is de dag waarvan we wisten dat hij ging komen. Terwijl Sven het heel erg probeerde uit te stellen, maar ik dacht, ja, dit moet gaan gebeuren. De dag dat ik Sven's haar ga knippen. Dat is een uitdaging, want Sven is mega perfectionistisch. Geeft niet graag de controle uit handen. En is ijdel. Dus het is een gouden combinatie voor een niet getalenteerd kapper zoals ik. Ik ben natuurlijk gewoon geen kapper. En ik heb mama geknipt en Niels geknipt. Maar die zijn ook, weet je, de pressure is daar ook niet aan. Want die vertrouwen mij gewoon. Die denken gewoon, weet je, top. Alles beter dan niks. Maar bij Sven is dat anders. Die denkt wel, als iemand aan haar mag zitten, dan is Karine het. Dus dat is op zich top. Maar die wil gewoon liever gewoon zijn kapster. Dus, Mama. Ja? Nee, ik ben in de badkamer. Kan je hem open krijgen? Ja. Kijken. Ja, kom je even kijken. Ja. Ja, mama is haar aan het krullen. Het is heet, heet, heet. Ja. Heet. Heet, ja. Hé? Wil je wegen? Ja. Ja. Ja, heet ja. Ga maar staan. Nee, dat mag je wel, dat is niet heet. Hey. Kaas. Ben je eigenlijk 11 kilo? Kaas. Niet aan, nee, niet aan zitten. Nee, nee, nee. Kanka. Dat is een heel soepel baan. Maar goed, we gaan het doen. Nee, we gaan toch even naar mijn ouders, want we hebben de tondeuzen van mijn ouders. Ja, ik zie het lieverd. De tondeuzen van mijn. Nou, ik kreeg allemaal kusjes. De tondeus van mijn ouders geleend. Alleen, ik zei tegen Sven, laten we maar proberen ook gewoon te knippen boven. Maar dan moeten we dus even naar mijn ouders toe, want die hebben de schaar. Maar ik dacht, ja, laten we proberen te knippen. Als het niks wordt, dan kunnen we altijd nog de rest met de tondeus doen. Dus dan ga ik zo dit, zeg maar met 1, 2, 3, 4 en dan dit knippen. Maar goed, ik heb nog nooit een tondeus in mijn handen gehad, dus dat wordt sowieso komisch. Maar ik ga mijn best doen. En misschien dat ik dan Niels ook meteen een beetje korter maak. Deze. Oh, mama zit niet op te letten. Deze. Moet ik even pakken? Ja. Oké. Momentje. Welke? Dat is weer klaar. En ik vind dit spul echt geweldig. Dit is de Paul Mitchell Invisible Wear Undone Texture Hairspray. Nooit wel gehoord voordat ik een filmpje zag van, het is kanaal nog, nu niet meer, Whitney Simmons. Ja, ik ben nu tot hier. Ik ben druk bezig. Met mijn man. Dit is het eerste stuk en nu moet ik dus de zijkant gaan doen. Dit is wat ik veel haal, maar zoveel. Hier woont niemand ook in. Nee, dat is wel. Nee. Dat dit zijn niet dingetjes waar je mee kan spelen. Dus kan wel. Kijken wat is dit. Hier staan de schaakspelletjes. Nou, er zit nu natuurlijk verder niks in, maar. Dat is goed hoor. Nou, Sven en Niels moesten snel er vandoor. Dus ik heb het niet heel goed kunnen laten zien, maar. Ik ben best wel content met het resultaat, al zeg ik het zelf, maar nu moet ik even een band opproppen. Want ik kies een beetje zacht. Als ik het verkeer.
Nou, iedereen is, tenminste iedereen, Niels en Sven zijn geknipt. Ik heb Niels nog een beetje bijgeknipt, want we hadden de schaar meegenomen. En Sven nog een stuk korter, want dat wilde hij. Hij is erg blij met het resultaat. Dus dat was no pressure, maar nee, hij vond het echt heel goed. Dus hij zei, ik ben echt wel slechter geknipt. Dus nou, kijk. Nou, hij vond het echt heel goed, dus daar ben ik heel blij om. Ik ben echt gebroken, ik ben helemaal klaar mee. Ik heb mijn hele dag stond er in een take van andere mensen. Dus ik heb Sven even naar buiten gestuurd met de kids. Ik zei, laat maar even twee tellen zitten. Want ja, weet je, daar is de was weer. Doet hij kon again. Want ik ben natuurlijk met dat, hoe heet het? Met dat knippen komt ook, ja, daarna zit overal haar. Ja, dat moet je toch even opruimen. Dus, dat heb ik dan ook maar meteen gedaan. Als ik deed. En ook bij mijn ouders heb ik natuurlijk ook stof gezogen. Oh shit, zit een bolletje erin. Oh, chips, cookies. De vaatwasser. Goedemorgen, het is dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Heel ander bevrijdingsdag dan normaal. Net als dat de dode herdenking gisteren. Heel anders was het dan normaal. Wel heel mooi vond ik het. Wat je nu zag liggen was de vaatwasser. De monteur is er, maar hij was dus op tijd. Dus nou ja, ik heb heel snel even wat aangeschoten, maar ik kwam net uit de douche. Sven is om in zijn onderbroek. We waren gewoon een beetje rustig aan het opstaan. Nee, dat is de deur wel al. Hij kon komen tussen 8 en 11, dus helemaal mooi op tijd. Maar goed, hij, de vaatwasser ligt nu op zijn kant. Er komt allemaal water uit. Dat is goed. Kant. Dan zo moet ik muziek aanzetten. Ja. Oh, oké. Okay. De prinses. En ik heb ook een vrouw in ergens in haar gekregen geleden. Ik denk trouwens, wat moet je nou woensdag met die vlog? Maar ik dacht, ik pak de woensdag, dinsdag, ik pak de vrijdagsdag er nog even bij. De monteur is weer weg. Vader was niet gemaakt. Er is een onderdeelstuk en dat had hij niet bij zich. Dat ik ook denk, ik moet exact doorgeven welke foutcode. Dus dan kan je toch zeggen, oké, alle onderdelen daarvoor. Maar goed. Ik was ook niet heel duidelijk in zijn tekst, dus ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval moet er dus weer iemand komen. En ik mag echt hopen dat het niet weer 2 weken duurt. Ik denk erover om mijn site op te stoppen. Ik denk dat heel veel van jullie niet eens weten dat ik een site heb. En vroeger plaatste ik heel veel aparte artikelen zo op de site. Maar dat doe ik al heel lang niet meer. Ik doe nu eigenlijk alleen mijn vlogs erop plaatsen. Dus dat kost, dat kost mij tijd en geld. En mijn schoonvader die is de beheerder van de site, dus het kost hem ook tijd. Ik heb niet het gevoel dat daar de grootste traffic plaatsvindt. Tenminste, ik weet dat de grootste traffic daar niet plaatsvindt, dus ik denk dat ik die pijn in mijn hart gedag ga zeggen. Maar het is wel gek, want het is wel een soort van mijn baby. Maar ja, goed, dan moet ik nog even de knoop over doorhakken. Maar dat is wel een beetje waar ik nu naar neig. Oh, hey. Ik krijg nu de staart. Ik ga Niels hier afpakken. Oh, nee. Dat is een goed idee dit. Ik ga vrij maken voor de kindjes. En dan gaan we straks zo op de fiets. Dus we gaan fietsen. Ik ben afgesloten. Dus we zijn kijken of we de goede weg terug gaan. Wij staan bij vroeg in de rij. Kom maar. Oh nee, we zijn nog niet. Nog een vogeltje. Vogeltje. We zitten hier heerlijk. Met vers gebakken broodjes. Lekker sapje. Vanmorgen was echt heerlijk. We hebben een lekker stuk gefietst. Dus met een detour zijn we naar vroeg gegaan. Dat ligt bij Amelis Weert. En daar hebben we lekker vers gebakken broodjes gehaald. En smeertels en een sapje. En hebben daar picknickbanken, hebben dat heerlijk zitten eten. En je kon je genoeg afstand van elkaar houden. Maar toen wij weggingen,
Dat was rond een uur, wij waren vrij op tijd. Dus het was rond een uur of 12, 11:45 denk ik dat wij weggingen. Toen stond er echt een hele lange rij. Dus ik weet niet of je dan nog ergens ook rustig kon zitten. Maar zeker wel een tip. En toen wilden we nog even spelen bij een speeltuintje daar. Maar daar was het ook te druk, vonden wij. Dus toen zijn we gewoon lekker teruggefietst. En toen hebben we een speeltuintje dichterbij gevonden waar het wel prima was. En toen heeft Eden vrij lang geslapen. Niels heeft heel lang naar een luisterboek zitten luisteren. En vervolgens is hij zelf ook in slaap gevallen. Dus Sven en ik hebben ook even heerlijk een boekje gelezen. Maar ik merkte dat de energie een beetje kwijt was bij mij. Ik merk dat gewoon soms. En dat is echt niet des mij. Dus ik denk echt dat dat nog steeds, en dat had de dokter ook wel gezegd, nog steeds van die longontsteking kan komen. Want ik heb af en toe echt zo'n extreme energiedip. Dat je echt denkt, ik kan hier gewoon nu gaan slapen. Maar ja, daar hou ik er niet van. Maar goed, het maakt verder niet uit. Gewoon even rustig een boekje gelezen. En nu zei ze van, ik heb ze nog een stuk te fietsen. Ik zei, ik weet niet of dat nou voor de kinderen ook heel leuk is. Dus alleen maar de hele dag op de fiets zit. Dus ze zei, laten we maar gewoon even naar een speeltuintje of zo gaan. Maar ik kon eigenlijk zelf de kracht niet opbrengen. En het is hier een zwijnenstal. Ja, anders ga jij gewoon lekker met die kids. Want hij... had ze zo, nog even lekker een uurtje of zo naar buiten. Ik dacht, top, dan ga ik dit even opruimen, de afwas doen. Dat we zo meteen gewoon lekker opgaan het huis hebben. Ik dacht, misschien ga ik dan daarna nog even met de kids in bad. Dat vind ik wel gezellig om eventjes lekker met ze te badderen. Dus misschien dat ik dat straks nog even ga doen. En dan is het gewoon de dag weer klaar. Het is nu 4:00. Kampioen. Papa. Nee? Nee, bam bam. Bam bam. Nee. Dat is te veel. Dat hert. Bam. Ompidom. Nee. Hoe dan? Abba. Abba? Ja. Bam bam bam. Nee. Klaar. Ja. Ik ga open. Hey. Gaan we blazen, hè? Ja. Oké. Ja. Ja. Dit van... Een blaasje. Ja, dat is de andere ook doen. Ja. Zo. Een blaasje. Blazen. Ja, blazen. Deze ook. Deze ook. Eden ook blazen. Nee. Woep. Jep, heel goed. Jep. Die hoeven niet nog meer, hè? Zet er genoeg op. Een ander leuk. Kijken. Mooi. Vind je het mooi? Was het wat je wilde? Ja, ik zal even de pen weer pakken. Papa, kijken. Oh, papa laten zien. Ja, dat is goed. Laat maar aan papa zien. Gouden nagels weer gelakt. En ik ga meteen de vlog afsluiten. Het is woensdagochtend. De werkdag gaat weer beginnen zometeen. Dus nu nog even met de kids en dan ga ik weer aan het aan papa laten zien. Ze vindt het heel interessant als ik nagels ga lakken. Dus bijna heb ik dus nu niet gedaan, maar daarna wel. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Zo'n dus lampje uit. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Ik ben heel benieuwd, want tegen die tijd, in ieder geval voor jullie, zitten we dan alweer op school en zo. Volgende week zitten wij trouwens sowieso. Jullie zitten nu alweer, de kids en zo, op school. Maar voor ons is het dan volgende week. Maar volgens mij komt er vanavond ook weer een persconferentie. Omdat ze misschien eerder weer gaan versoepelen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken nogmaals. En heel graag tot volgende week. Doeg!